Sony Media. Het is Tafkaalweek van maandag 9 oktober tot vrijdag 13 oktober. Iedere dag een podcast met Ruben, Tijl, Ruben en Jeroen en Patrick. Nou, juist, want niet alleen rijkdom. Start het tweede seizoen van Tafkaal op vrijdag op Videoland. We gaan ook ons 20-jarig jubileum vieren in de Ziggo Dome. En de sale daarvan start ook op vrijdag de 13e. En in deze podcast staat iedere dag één van ons centraal. Of is de lul, het is maar hoe je het bekijkt. We blikken terug en vooruit, dus wees welkom. En begrijp ik aan het intro dat jij centraal staat vandaag? Nou, dat gaan we zien, want de organisatie heeft een aankondigingspresentatietekst voor iedereen geschreven die centraal staat. Ik ben heel benieuwd wat de eerste is. Ik ben heel benieuwd. Ik zal het voorlezen. Er is stemmige muziek bij. Het is... Laat ik wel zeggen, het is jammer dat... Want ik zie nu dat ik centraal sta als eerste. Ja. Dat is je eigen laptop. Ja. Huh? Oh ja, nou. Maar als de volgorde anders was geweest... dan was het nog duidelijker geweest hoe de presentatieteksten zijn opgebouwd. Maar goed, we beginnen met mij. Maar toch voor de luisteraar om iets van duiding te krijgen. Ik heb die volgorde gemaakt van hoe we allemaal... Wie wanneer centraal wie wanneer is. Ja. En ik heb toch jou als eerste gedaan, omdat ik weet dat je er gevoelig voor bent. Het gaat jou om populariteit. Het gaat jou om eerste zijn. En likes. Social media is jij bent heel erg blijven hangen in dat meisjesidool gevoel. We gaan naar de aankondiging. Maar tegelijkertijd trek je ook je eigen plan. Dus je hebt voor iedereen een introtekst geschreven. Dat hebben jij en ik overlegd. Ja, maar zeg dan, ik wil niet de eerste zijn. Ja, maar eigenlijk is het nog walgelijker. Had ik zeker kunnen doen. Want je wil de eerste zijn, maar je wil ook bescheidenheid. Het is nu toch ook wel duidelijk dat de eerste rond Ruben Nicolai draait. Dit is al duidelijk genoeg. Hier is de muziek erbij. Die had ik voor mezelf bedacht, deze muziek. Ja. Jezus had Bethlehem, Boeddha Nepal en Mohammed zag in Mekka het levenslicht. Ruben Iskander Nicolai werd op 8 mei 1975 geboren in Laanaken. Een op dat moment nietsvoorstellend gehucht onder de rook van Maastricht. Wat later zou uitgroeien tot een bedevaartsoord voor fans van over de hele wereld. Eerder genoemde Jezus Christus van Nazareth zou een grote inspiratiebron blijken, aangezien Ruben zijn leven lang zou proberen om water in wijn te veranderen. Net als Gandhi zocht ook hij ooit ruzie met een Engelsman en kreeg, net als Gandhi, harde klappen. Net als Confucius wou hij educatie voor iedereen toegankelijk maken en maakte dan ook op diverse middelbare scholen in Arnhem plaats voor anderen. Net als Nelson Mandela bracht hij ook minstens één nacht door in een politiecel. En net als moeder Teresa is hij ook wel eens in Rome geweest. Waar Mozes de Rode Zee in tweeën splijt om van Egypte naar het beloofde land te vluchten, voert Rubens tocht vanuit Laanaken langs Winsum, Bergendal, Nijmegen, Doorwerth, Arnhem, Antwerpen en Utrecht naar Amsterdam. Gek genoeg is het Hilversum alwaar hij zijn discipelen vindt in de vorm van de lama's, later Tafkal, die hem tot op de dag van vandaag volgen. Kortom, een eer en een genoegen om u aan te mogen kondigen. Een inspiratiebron voor inspiratiebronnen. Een mensenmens puur zang en ondanks alles nog steeds zo bescheiden. Ruben Nicolai. Woe! Welkom, welkom mij. Wow. Heb je dat zelf geschreven? AI. Nou ja, dat heeft de organisatie gewoon voor ons geschreven. Karl Marx, kan jij boven de situatie hangen en gewoon beschrijven wat er gebeurt? En zo sec, weet je, je hebt niks groter gemaakt dan het is. Nee, je kleurt niks. Nee, maar het is gewoon echt rauw met de billen bloot. Gewoon opnemen of opnoemen wat er is, ja. Goed, dus zoals gezegd, lieve luisteraars, zal ik centraal staan. Nou, hebt centraal gestaan. Dit wordt een hele korte aflevering. Het was super centraal. Tot volgende week. 13 oktober gaan we de verkoop. 10 uur, koop je kaarten. We zien je volgend jaar. Dankjewel. Bedankt voor je aandacht. Nee, zo makkelijk komen we er niet vanaf. We trappen af met een themaatje. Hier ligt een assemblée van 5 thema's. Kies er maar eentje uit. Hop, net zo makkelijk. En hij kiest
teleurstelling. Oh, en ik weet ook dat er dingen tussen zitten als toekomst of leuke dingen. Teleurstelling. Nou, dit vind ik al een behoorlijke teleurstelling. Maar dat is dus het thema van, nou ja, van mijn podcast. In relatie tot wat we gaan doen. Hè? We gaan volgend jaar, zoals gezegd, vieren dat we 20 jaar dit doen. In relatie tot dit. Wat is nou een van de grootste teleurstellingen geweest die we hebben moeten slikken? Zonder gelijk BNN te noemen. Nee. De naam. Ja, dat we de naam niet dat is BNN. Ja. Oh ja. Dat we de naam niet meekregen. Nou, was ook wel een grote teleurstelling toen we bij BNN vertrokken en naar de AVRO gingen. Voor BNN was dat een teleurstelling. Ja. Ja, precies. Ja, voor jou. Dus het is 1-1 in teleurstellingen. Nee. Nee, maar dat is natuurlijk wel zo. Het is niet alleen de naam Lamas die we kwijt zijn, maar ook die tune, die regenboog, dat soort dingen. Weet je wat, we hadden wel iets moois en daar moesten we afscheid van nemen. Ja, dat is een teleurstelling. Maar uit een teleurstelling kan dus blijkbaar ook iets moois gebouwd worden. Want Tafkal is ook, nou, vind ik ook sterk. Nou, ik ben natuurlijk daar destijds druk mee geweest. Want 9 jaar nadat we stopten, gingen we in 17 naar de Ziggo. En daar moest natuurlijk toestemming voor komen. Dat was best wel ingewikkeld al. Alleen al de toestemming. Toen moesten we de naam leasen voor 4 avonden. Dat was duur vooral. Ja. €100.000. Ja. En daarna bleef het een probleem. Want als je iets wilde doen, dan moest je weer toestemming vragen. En het duurde soms 4 tot 5 maanden voordat die toestemming kwam. Maar iedereen, vooral uit het vak, om me heen zei, geef die naam niet op. Geef die naam niet op. Want als je die naam opgeeft, dan... André van Duin had het zelfs gezegd. Precies, ja, André van Duin. De wereld draait door. Ja. Ja, hoe kwam dat daar te sprake? Weet je dat nog? Nou, omdat wij stopten met de lama's en verder gingen met Budget TV. Oh, ja, ja, ja. Ja, maar ja, en toen zei hij, ja, ik heb gehoord dat die naam niet van hun is. Nee, precies, precies. En hij had dat wel goed gezien. Ja, en zelfs Leon Raamakers, hè, die bijvoorbeeld de oprichter, bouwer van de Ziggo Dome, die zei ook, oh, die naam, geef die naam niet op, want dat is zo'n groot deel van je identiteit. Ja. Maar het kon niet anders. Nee. En eigenlijk heb ik er, als ik eerlijk ben, nooit iemand over gehoord. Nee. Dus vanuit een teleurstelling ben ik wel ontzettend blij dat blijkt dat mensen ons zo identificeren met lama's, dat je het ook niet meer erbij hoeft te zeggen. Nee. Nee. Het is schrikvrij. Ja, ja. Nou, is Tafkal natuurlijk ook wel echt briljant gekozen. Ja. Want Tafkal, oh, de lama's. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, die zo zou je het ook kunnen zeggen. Ja. Maar mogen wij dat niet? Nee. En maar zeg het vooral. Het is ook niet zozeer, het is echt niet zo, wil ik nog wel even benadrukken, dat we dat niet meer mogen zeggen. Hè? Dat je in een interview niet mag zeggen we met de lama. Ik zeg het meestal, om het makkelijk te houden, zeg ik wel eens, we hebben met de lama's afgesproken of dit. Ja. Want het is een geuze naam, maar je kan er niet meer adverteren. Nee. Nee. En hoe kwam die naam tot stand, Patrick? Dat was heel leuk, toch? Wij gingen repeteren, heel lang repeteren. Ruben Nicolai, kan je nog herinneren? Ja, 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 ja. Heel lang. Wij zaten daar dan dus elke dag echt wel in de kelder bij BNN. En wij hadden volgens mij een eindredacteur en die riep heel vaak, hoor ik daar een lama schijten. Ja. En dat zou dan een soort van werktitel worden. Maar bij de receptie zei ze dan, oh, ben jij een van de lama's dus? Dan moet je naar die kelder toe. En zo is het woord lama ontstaan. Bam. En is dat bewaard gebleven? Breng me gelijk bij mijn gouden anekdote. Want een gouden anekdote was ook een van de opdrachten waar je even over na moest denken, lieve luisteraars. En want in die periode, ik heb het zo vaak benoemd dat jij op een gegeven moment tegen mij zei, ja ha, nou weet het wel. Elke keer als we namelijk langs Hotel de Witte Bergen reden, dat was namelijk nog in de repetitiefase, zei ik, hier hebben we toen ooit een keer een weekend of we hebben één avond geslapen. Dat was een nachtje. Ja, precies. Ja, dus we zijn daar in een hotelkamertje een paar keer gaan oefenen. Twee dagen met één dagje tussen. Heel veel indruk op jou gemaakt. Dat heeft zoveel indruk op mij gemaakt. Omdat we daar naartoe gingen, naar een echt hotel. Een hotel? Dat was een echt hotel. Wow. En ik bij aankomst niet wist of ik die kamer zelf moest afrekenen of niet. Die dus er zat een gigantische spanning in. Oh. Oeh. Dat denk ik helemaal ik niet betalen. Ik heb dat denk ik niet. En toen dacht ik, toen kreeg ik een beetje de vibe wel door dat wel geregeld was. Maar toen wist ik niet. Of de minibar. Heb ik een kamer alleen?
Of de minibar mocht openmaken. Of de minibar en de porno. Nee, of, of je met iemand op de kamer zou slapen of alleen. Nou, en je had een voorzienende blik, want dat is later nog gebeurd. Hè? We hebben nog een keer met z'n drie op de kamer geslapen. Ja, tijdens de opnames. Ja. Ja, precies. Dat was weer tijdens de opnames. Maar dit was echt... Dat was, ik weet nog echt... Nou, en wij toen dat allemaal afgerekend werd, dat ik me zo... Ik voelde me echt een zakenman. Maar dacht jij toen niet meteen... Oh, koffertje. Ik had meer moeten eten. Meer ja, tuurlijk. Ja, maar ja, dat is toch een gok. Die durf je, ja, niet, nee, dat die is durf ook, je niet te pakken. Dat eet niet lekker, hè? Dat eten is een eetpiraat. Ja, ja, wij moesten daar toen slapen, omdat we de dag daarna... moesten we proefspelen voor heel BNN, weet je nog? We moesten een soort van proefwerk. Was het gelijk de volgende dag? Dat was volgens mij gewoon gelijk echt tijdens de lunch rond de 12 ook. Echt een heel onhandig tijd. Ja, wij moesten echt gewoon... heel BNN, iedereen die er toen werkte, was toen al een man of 60 of 70 of zo. Die werden we dan verzameld in de BNN-bar. Nou, en wij moesten zin daar in, dan waarschijnlijk laten zien wat wij dus een afgelopen jaar hadden bij elkaar gerepeteerd. En als het dan gelachen zou worden, dan zouden we door mogen. Ja, het was heel tribunalesk. Ja, dat was het. Ja, maar ook... Nero! Ja, precies. Wat vind jij ervan? Ook van die tijd. Duim naar beneden. Ja, omdat de mensen ook dingen aan het schreeuwen waren. Tijdens... Namas. Ja. Nee, maar het was een andere type besluitvorming. Nu wordt dan gekeken naar wat zijn de kansen van het programma. En naar veiligheid. Voor de mensen die eraan deelnemen. En niet, je moet optreden hier voor een boze kantine. Dat heb je allemaal gemist. Ja, dat hebben wij gemist. En Jeroen hebben dat dus dat hele voortraject. Waar we aan trainen. Meegemaakt, helaas. Pumping iron. Op fit. Ja. Nee, dat... en toen... Maar toen reden we zo vaak daar langs. Want je komt nog wel eens langs de Witteberg. Ik kom maar bij 3 keer per dag. Ja, precies. En dan elke keer zei ik het. Ja. En toen zei jij... Ja, dat heb je nu heel vaak verteld. Wat ik eigenlijk nu de hele tijd van mijn dochters hoor. Als ik dan denk... Oh, ja. Dat doet mij denken. Dat ik, ja, dat heb je echt heel vaak verteld. En denk altijd... Is dat echt waar? Of zitten ze me gewoon, vinden ze gewoon een kutverhaal en denken ze... Oh, ik ga hem afremmen. Wacht, laat mij maar. Heb je al verteld? Hij komt weer met een verhaal. Ik twijfel zo vaak aan mezelf. Ja, maar goed. Teleurstelling. Ja. Maar jouw gouden anekdote is dus in die hele rijke geschiedenis van de Lama... genomineerd voor Gouden Roos Montreux, de televisiering... voor het eerst spelen in de Heineken Music Hall, terugkomen in de Ziggo Dome. Een bordspel... best verkocht bordspel ooit in Nederland. Het is ook een snelweghotel. Hè? Het is niet laten we zeggen, Kruisheren. Nee. Het is niet het Libreien Hotel. Nee. Het is echt wel echt een afwerkhotel. Dat is het. Dus, het is een laaggelegen afwerk. Ja, het is een afwerkhotel. Je lakens gaan kraken lopen. Ja. En dat is ja, en dat gevoel... Ja. Dat gevoel. Maar snap ik, als je als zwerver 50 euro krijgt, maakt veel indruk dan als miljonair 10.000 euro. Ja, daarom. Ja. Nou, mooi uitgelegd. Maar word je stiekem gesponsord door het werk? Oh, dat had ook gekund. Stel, had ik nog een kamer kunnen krijgen. Ja, een keer. Nou, zou je ambassadeur willen zijn van Wittenbergen? Is dit een serieuze vraag? Nou ja, nee. Maar nee, maar dan wil ik even... Dan stoppen we nu met de opname even. En dan gaan we even, bellen. Zakelijk praten. Het klinkt ook als een kasteel. Ja. Een mooie kasteelheer. Château. Ja. Les Montagnes Blanches. Les Montagnes Blanches. Ben oui. We hebben een... Jullie kennen misschien ook. De cameraman die heet Naf. Ja. Dat is zijn bijnaam. Want ik heb begrepen dat hij vroeger altijd Naf kleding droeg. Ja. En dat iemand hem toen Naf... we waren in Frankrijk voor de Verraders. En ons best wel ook af en toe aan het vervelen. En voor de mensen die niet weten wat de Verraders is. Dat is... dat is een wereldberoemd televisieprogramma. Oké, ja. En daar had ik best wel een goede joke waar jij trots op zou zijn. Want we waren aan het wachten bij een heel mooi kasteel. En dat kasteel, er was nogal onduidelijkheid over. Er werd gezegd, het is van een afstammeling van Lodewijk de 14e. Ik zei, dat is nog een breed begrip, want die had 65 kinderen. allemaal, waarvan een groot gedeelte onecht. Toen werd er gezegd, nee, het is van een minister... Maar het was in ieder geval een gigantisch complex, onwijs goed onderhouden. Dus ik zei, ik doe wel eens een voorstel aan mensen. Ik zei, je krijgt dit kasteel. Ja. En dan moeten ze er iets voor doen. Dat is vaak niet leuk. Nee, dus in dit geval moest hij zijn eigen been op twee plekken breken. Ja. Maar moest hij het zelf doen? Ja, ik zei vooral, die tweede is lastig. Want je bent in shock als je bij de eerste... Ja, die eerste breuk, die hakt erin.
Ik dacht niet dat alleen bij ons heel heftig, maar je doet echt bij anderen ook. Ja, nee, maar ik zoek ze wel uit. Want Naf, ja. Naf die heeft wel, die wil die listening. Ja, precies. Want zij kan een hotel van maken. En toen zei ik, nee, maar je moet er gewoon een soort, seksgesteel van maken. En dat noem je Chateau. Nee. Chateau, Swassat Naf. Du paap. Dus daar zat dus seks in, ja. Een beroemde wijn, mooi. En het kasteel en de woordgrap. En het was eigen, ja, dus... Ja. Ja. Je had erbij moeten zijn. Ik dus ik hoorde Chateau en toen dacht ik, oh, als Ruben hierbij was geweest. Ja. Chateau, Swassat Naf. Wat missen we elkaar op? Ja, toe, als we ja, niet, ja. Als we niet... Want vaak als zoiets gebeurt, zegt iedereen... Mm-hmm. Ja, ja, ja. En dan denk ik... Houd het erin! Oh, ja, heerlijk. Dit is een hat-trick! Dit is een hat-trick! Ja, en dan krijg je deze... Word je nou een moe van jezelf? Ik zweer het je. Iemand heeft het tegen me gezegd. Iemand heeft het tegen me gezegd. Word je nou, want ik was iemand dat nadoen bij de crew die praat over iemand die gewoon langs de kant van de weg staat en een cameraploeg ziet. En dan zegt... Kennen jullie Martin Broosjes? Hebben jullie hem nog gezien laatst? Mijn vader herkent zijn broer. Ja. Ja, dan zeggen ze, broer, nou, moe voor jezelf. Zeg, nou, dank je wel voor jullie entertainen hier gratis. Ja. Nou, ik heb net met de opnames, ik moest heel erg aan Patrick denken. Want we zaten in een restaurantje en dat doen we ook wel eens. En wat zei je? Wat voor opnames? Opnames Kamp van Koningsbrugge, voor de mensen die mee toen dat... Wat is dat voor programma? Dat is een kinderprogramma met BN'ers. Ja. En we zaten in het restaurant en dus dacht ik, dat heb ik lang niet meer gedaan. Dat deed ik vroeger wel eens. Ging ik doen alsof ik dronken was. En kijk, dan de mensen die om je heen zitten, denk ik, gast, stop nou, dit is echt gewoon too much. En toen dacht ik, Patrick, ik doe gewoon, het is een Patrick. Weet je, dat alles bij elkaar komt. Het is vervelend aan tafel. Je denkt, hey, hou nou op met drinken, maar gaat gewoon door. Ja. Snap je? Echt, je ziet mensen eromheen denken, oh, gênant. Oh, mensen gaan me aanspreken. Het was leuk. Het was een hat-trick. Ja. Een hat-trick van Patrick. Hat-trick Ladiers. Heerlijk. Over teleurstelling gesproken. En ik zit dus nog steeds een beetje in de beginfase van ons als lama's. Was de grootste teleurstelling was ook wel onze eerste fotoshoot. Stilte. Daar hebben we het de laatste over gehad. Want dan denk je, ik werk nu bij tv. Nou, here come the big bucks. Fotoshoot, rode lopers, make-up, visagie. Ja, jij hebt je bij alles eigenlijk een verkeerde voorstelling gemaakt. Want je denkt bij Hotel Wittenberg, dat moet ik zelf betalen, terwijl je daar komt werken. Maar je denkt, nu ik eenmaal bij tv ben... Nu gaat het gebeuren. Ik heb laatst al een hotel. Ja. Ja, precies. En toen gingen we de foto maken. Ik denk dat Marjan Bosman die foto maakt. Of Remco... Bosman. We gingen gewoon het bos in. Het is allebei Bosman. Zijn wij, we liepen gewoon het bos in. We liepen het bos in. Het bos in achter BNN. Ja, volgens mij iemand van BNN. Ja, het was, kreeg een camera. Die regisseur. Paul Verkeul. Ja, Paul. Ah, die ja. Ja, want die had ook een... Die had wel eens... oh nee, die had een keer een fotowedstrijd gewonnen. En daarom... Mocht moest hij? Nee, mocht niet. Dat stond op zijn cv. Ik zie hier op je cv dat jij in 1984 een fotowedstrijd hebt gewonnen. Ja, precies. Ja, dat was voor de C1000. Nee, maar ook en voor de wedstrijd. Hij had geraden wat erop stond. Hij heeft het niet gemaakt. Ja. Oh, en ik weet wel dat ik moest op mijn hurken zitten. Jij moest hurken zitten. Ik moest aan het haar van Arie ruiken. Ja. Hebt het nog besproken laatst in onze podcast. Dat je heel vroeg leerde. Je moet normaal op een foto staan. Want anders zou die wel eens heel lang kunnen nadragen. En dat is met deze foto. Ik zie zo vaak nog... Dan ruik ik aan het lange, flassige, vettige haar van Het is gewoon hoofdvet. Dan. Denk je dat hij gel gebruikt? Dit is gewoon puur uitgezweet hoofdvet. Wat Arie toen had. Maar dat vond ik ook teleurstellend. Ja. Ook teleurstellend. Vinden die foto's? Nou ja, dat denk ik wel. Want ja. Als jij nu googelt, de slechtste foto's komen als eerste naar boven. Dat en gewoon Ruben ruikt. Ook. Ruben ruikt. Ruben en dan krijg je die foto. Ruben ruikt. Terwijl er gezocht wordt, ook een teleurstelling, het werd net al eventjes aangehaald, was dat wij bleven slapen na de opnames in Arnhem. En er was ook een hotelkamer beloofd. En toen, dat klopte, een hotelkamer inderdaad.
Maar voor ons allemaal. Althans, jij deed toen nog niet mee. Nee. Ik hoorde dat. Ik had zoiets. Ja. Arie ging naar huis. Arie ging naar huis, want die ging altijd naar huis. Ja. En wij lagen met z'n drieën op een kamer. Weet jij waar jij was? Ja, waar was jij? Ik lag ook in de kamer. Ik denk dat met Remco schieten. Bosman of zo. Ja, maar ik denk wel. Ik denk dat jij wel iets hoger in de pickorder zat. Dus ja, dat jij BNN treatment kreeg. Dat was nog voordat je voorzitter werd. Dus. Dat was in je aanloop naar achter. Jij hebt echt niet met iemand anders op een kamer gelegen. Je hebt echt no way. Sure? Maar wij wel, met z'n drieën. Maar we konden wel gelukkig lekker uitslapen. Oh nee, helemaal niet. Dat was ook een teleurstelling. Want het was een lokaal hotelletje. Ja, Hotel Blanc. Ja. Je schreef Blanc, maar ze zeiden Blank. Ja. Welkom bij Blank. Doet de heren slapen allemaal in kamer? Ik had de bed op de grond gelegd. En dan kan ontbijten zelf halen. Ja, je verwacht een schone kamer om 11 uur. Dus dat ging allemaal heel snel. Het heet nu Hotel Wit, heb ik gehoord. Vanwege de cancelcultuur. De Blanke Bergen. Ja. En die kwamen om 10 uur al checken of wij 11 uur wel gingen halen. Maar kwam ze gewoon zachtjes checken vanaf de gang? Nee, nou, ze kwam, je dat ze kwam keihard de kamer binnen. Leg jullie nog ook lekker op bed? Stofzuigend. En zei dus niet in bed, dat zeg je niet in Arnhem, je zegt op bed. Leg je nog steeds op bed? Leg steeds op bed te stinken. Het is een mooie dag. Met de stofzuiger die het doet, hè? Oh, dat is nog leuker geweest. Alsof. En hetzelfde geluid maken. Ik ben op de kamer. Ondertussen kan ik de foto niet vinden. Oh. Hij staat op een dikke. Maar wat wel... Ja, nee, precies. Hij komt wel. Wat wel leuk is, dat Ruben, Nicolai en Jeroen van Koningsbrugge van al die lessen die wij... Niets hebben geleerd. Nee. Nee, precies. Ja. Ik weet 2017. Ja. Oh. Let the record show. Ik wil dit graag als bewijs indienen. Ja, ik dacht, weet je wat? Ik doe mijn handen in mijn zakken. Heel goed. Stupid. Ja, maar dat maakt ons ook weer leuk, toch? Dat is ook. Toch, jongens? Dat is ook. Dat is. Jij mag een van de vijf kiezen. Zijn er vijf? Ja. En er staat op een vijf. Wat erin zit is ook een vijf en die mag jij verdelen. Hey, geef mij maar de vijf. Ik heb hier de vijf continenten. Amerika, Europa, Afrika, Azië en Oceanië. Bam. En wie is... krijgt wat? Ja, nou, dat is eigenlijk wel duidelijk. Ja, en dat is... Er is maar één iemand. Ja, hier, jij glundert al. Jij wil Afrika hebben. Jij wil Afrika hebben. Jij bent geboren op een verkeerd continent in een verkeerd lichaam. Ja. Nou... Als Europeaan kan je vaak naar Afrika toch heel snel dan een leidinggevende functie. Ja, dat is waar. Het verleden heeft dat laten zien, wil ik zeggen. Had je niet liever Afrikaan willen zijn? Grote, gespierde Afrikaan? Doe je thuis wel eens een rieten rok aan? Eerlijk. Is dat... eerlijk zijn. We hebben beelden namelijk. Met een stok heel hoog. Ja. Hoi. Hey, dan werd het van, zeg maar, respectvol, traditioneel. Ja. Toch heel snel hokjesgeest. Kuifje-achtig, racistisch van vroeger. In de Congo. Ja. Dank je. Ja. Maar zou jij, stel je voor dat je moet misschien je been breken op twee plaatsen. Dat ga ik straks wel horen wat daarvoor nodig is. Maar stel je voor dat jij een grote stam in Afrika zou mogen aanvoeren. En je hebt dus geen internet meer, geen mobiele telefoon. Maar daar, je bent de top dog. Jij legt ze uit hoe ze bier moeten maken. Oh, wat een feest. Oh, die stam gaat bier maken voor het eerst. Oh. Nee, ik voel me als ik in Afrika ben wel altijd prettig. Afrika is natuurlijk een continent. Het is geen, het is een heel groot, heel divers. Maar zoals jij het nu beschrijft, dat er alleen nog maar stammen zijn zonder internet en telefoon, dat is ook niet meer waar. Dat is helemaal niet waar. Dat is helemaal niet. Ik zeg, jij een stam krijgt. Niet beluid, in donker Afrika. Nee. Echt niet. Donker. Jij lapt mij er gewoon nu bij, hè? Ja. Oh. Jij zit me gewoon onder de racismebus te gooien. Ja, maar hij heeft wel een beetje gelijk. Ja. Want die hebben pizza, hoor. Waarom zeg je dan ook peniskoker? Waarom zeg je dat? Dat zei je wel. Nou, ik doe mijn witte muts weer af. Volgend continent. Zet even dat kruis uit. Nou, nog even laatste vraag over Afrika. Wat is je favoriete land in Afrika? Want je bent heel veel landen, echt krankzinnig veel landen geweest. Ja. Noem ze even. Nou, ik kan ze niet noemen waar ik allemaal geweest ben. Dan zijn we wel even zoet. Maar meer dan 10 landen? Ja.
Ja, dat vind ik echt superveel. Ja, dat is heel veel. En ik denk dat... maar eigenlijk in mijn meest favoriete land ben ik eigenlijk alleen maar over de grens geweest. Gewoon, dat is een enorm land. Dat is Congo. Dus Congo, dat is gewoon... Ja. Ik ben even vanuit Rwanda even de grens over geweest naar Congo. Ik zou heel graag een keer een stuk van de Congo-rivier afvaren. Hebben. Maar het mooiste land, tenminste waar ik... wat ik echt prachtig vind, is Rwanda. Rwanda is echt... dat noemen ze ook het land van de 1001 heuvels. En dat is ook echt schitterend als je daar bent. Maar ondertussen kom je daar ook altijd die vreselijke genocide tegen. Dat is, daar zijn 800.000 Hutu's en gematigde Tutsi's vermoord. En daar zijn echt nog plekken, kerken bijvoorbeeld, die toen bestormd zijn, mensen uitgemoord zijn. Dus in dat prachtige land kom je ook heel de tijd die ruwe geschiedenis tegen. En dat maakt het heel confronterend. En dat, ja, die confrontatie kan ook soms heel boeiend zijn, omdat je jezelf dan ook tegenkomt. Dus daarmee vind ik Rwanda echt wel een mooi. Ja. Mooi, ja. Hoe je jezelf gezegd? Moet je er niet aan denken, naar Rwanda gaan? In jezelf tegenkomen? Nou, omdat het zo onveilig klinkt. Ja. Ja. Maar jij wilde ook... Ja. Dat is het meer, dat jij je weet. Ook, je gaat gewoon. Naar Beirut met ons dood? Allemaal. Weet dat wel? Denk ik. Dus het is, jij bent wel van, je houdt wel van die spanning, toch? Ja. Naar Beirut, weet je nog? Want die zei, laat eentje naar Beirut gaan. Maar ik heb in dat boek Afrika is geen land gelezen dat Rwanda ook superveilig moet zijn. Het is heel veilig, ja. Omdat het door een president geleid wordt die niet helemaal meer... Ja, ja. Nee, maar ook niet... Een verlicht despoot en die zorgt ervoor dat alles goed gecontroleerd wordt. Je moet alleen niet in de oppositie zitten. Precies. Dan ben je dus niet veilig. Oh ja, dus aan de veiligheid heeft wel zijn... Zeker. Zit wel iets aan vast. Zeker. Voorwaardes. Het is niet universeel. Goed, door. Europa, denk ik, geef ik aan jou. Ja. Ja. Oh, ja. Heel Europa. Ja. Wordt zo uitgedeeld. Ja. Jezus. Jij krijgt Europa. Nou, dank je. Tuurlijk, je bent, je weet er ook veel van onze eigen cultuur. Maar je bent een groot voorvechter van alle klassieke muziek. Die toch allemaal uit Europa komt. Alle klassieke muziek komt uit Europa. Ja, zo'n beetje. Als je kijkt naar klassieke muziek die buiten Europa nog gemaakt is, dan kom je natuurlijk in Amerika allemaal Europese roots. En er is ook nog wat soort semi-barokachtige muziek gemaakt in Mexico. En dat zijn natuurlijk allemaal Spanjaarden die in Zuid-Amerika terecht zijn gekomen. Ja, precies. En natuurlijk is er muziek gemaakt in de 18e en 19e eeuw buiten Europa. Maar die is dan meer traditioneel. Ja. Dus Europa is wat dat betreft de bakermat. En wat dat betreft, voordat jij Europa uit was, hoe oud was je toen? Je hebt het toch altijd ook... Voor het eerst naar buiten Europa, eens even kijken. Dat is de Dominicaanse Republiek geweest. Toen was ik 28. Ja, precies. Ja. Ja. Dominicaanse Republiek. Dat is wel in één keer weg dan. Ja. Voor vakantie. Vakantie. All inclusive. Ja, ja. Ik heb helemaal niks van de Dominicaanse Republiek gezien. Nee. Nee. Het was een heel Amerikaans-achtig... En toen was je nog niet helemaal hardcore in de sigaren, helaas? Nee. Ik heb wel sigaren daar gekocht. Maar oké. Okay. Meen ik me te herinneren, maar niet... was niet een culturele experience. Nee. Niet zoals Cuba of Thailand. Want Europa is geweldig, maar daarbuiten is het ook geweldig. En Japan? Maar, nee, Japan ook, ben je inmiddels ook geweest? Ja, inmiddels heb je het wel flink ingehaald. Zeker, maar Europa, dat voelt... Maar omdat je toch vroeger altijd dicht bij huis moest doen. Een beetje in de familie, want mijn kinderen hebben het ook wel een beetje. Ja? Lekker naar huis, we naar huis gaan. Gaan we al naar huis? Kom, we gaan naar huis. Ja. Ja. Dan heb jij toch, daarop geplakt. Ja, ik kan er niks aan doen. Gebeurt. Ja. heel Amerika is voor jou. Bam. Ja. Yes. Onze, ja, je hoopt erop. En als je het dan hoort. Onze Hollandse Yank. Ja. We krijgen echt een beetje de kliekjes, heb ik het idee. Jongen, wacht nou maar. Wacht nou maar. Een bakkouw Chinees. Dat mogen we afdelen. Afrika, Europa, Amerika. Ja. Ik kijk zo wat er nog op. Ja, maak je er zo mee, heb ik echt over nagedacht.
Maar je bent natuurlijk onze, je bent de wannabe Yank. Ja, hè? Jij werd liefst, was je in Amerika geboren. Ja, ik vond met een grote cowboyhoed. Zeker. Met je paard naar Bukkel, je werk. Ja. Met mijn paard naar mijn werk. Ja. Hallo. Howdy. Ja. Nee, zeker. Ja, Marvel films maken. Ja, ja. Weet je, dat soort dingen. Met je de passion uitrollen in Chicago. Bijvoorbeeld. Hm? Ja. Toch? Nee, ja, familie natuurlijk. Dus echt vanaf dat ik me kan herinneren. Vanaf mijn eerste jaar gingen wij ieder jaar naar Amerika. Dus ik ben er ook wel... En hoe, op welke ongelooflijk leuke creatieve manier had jij contact, jouw gezin, met het gezin in Amerika? Nou, ik had dus twee nichtjes, dezelfde leeftijd als mijn broertje en ik. En wij hebben elkaar echt... we zijn samen bijna opgegroeid, klinkt gek. Want als je een maand lang ieder jaar naar Amerika gaat, opgroeiend, leer je elkaar echt goed kennen. Ja. Maar er is altijd afstand, dus je moet weer 11 maanden wachten en dan zie je elkaar, weet je, zo. En toen dachten we op een gegeven moment, eind jaren 80, we gaan cassettebandjes opnemen. Die gaan we opsturen. Spreken we gewoon in een soort dagboek, eigenlijk een soort podcast eigenlijk. Dan ga je gewoon met z'n allen aan tafel, zoals hier. En gingen we vertellen van de afgelopen week of de afgelopen maand, wat we allemaal hebben gezien. Nou, dat sturen we op. En namen ze dat bandje op, zaten ze gewoon met het gezin aan tafel te kletsen. En dat namen ze op en dat stuurden. En dan kregen wij een bandje terug en dan hoorden we de radio, de muziek daar en wat zij aan het doen waren. En ze, nou, dat vonden we helemaal geweldig. En ik heb dus ben ik net terug uit Amerika. Heb ik van mijn tante 40 bandjes gekregen die wij hebben opgestuurd. Dus ik ben nu gaan luisteren. Dan hoor ik mijn vader praten. Dan hoor ik mijn broertje en ik. Ik zo slissen. Nou, we gaan volgende week gaan we naar... daar hebben we allemaal chips al gekocht. En het wordt een heel leuk feestje. En mijn broertje... Wat dat vorige week zijn we nog... Ik zit nu paard rijden. En ik kwam niet meer bij mijn broertje. Ik heb tranen gelachen met zo'n cassettebandje. Maar dus, jij sliste vroeger? Ja, nog steeds. Alleen als ik heel moe ben, dan begint het langzaam. Mijn tong is gewoon te groot. Ja. Je tong en je ego. Ook. En in Amerika merk je daar niks van. Daar past dat prima. Hello everybody. Russell Pico Train. Nee, dus ik heb altijd wel liefde voor Amerika gehad. En niet zozeer voor de politiek, maar wel voor het land. Er is daar alles. Dus je kunt skiën, je kunt naar de berg. Het is er allemaal. Dus dat, Even klopt. Over die bandjes, want dat hebben wij vroeger ook nog wel gedaan. Toevallig ook naar vrienden in Amerika. Toen dacht mijn vader, oh, is het leuk als we bij het ontbijt alvast gaan opnemen. Dus dan gingen we dat terugluisteren. Niet te verstaan. Bloedirritant. Even. Heel belangrijk voor mij. Nou, dus dat moet je net de politie hebben. €400 boete. Ja. Nou, wat ik het leukste vond van die bandjes, toen ik ze terugluisterde, dat... Mijn oma was net overleden. Nu klinkt dat als dat leuk was. Maar ik bedoel, de anekdote daarna is dat het hele huis leeg moest. En dat mijn tante zei, wat ga je met al die spullen doen? Want dat moest dan verdeeld worden. Zeg maar van, ja, wil je die dingen, moeten die naar Amerika? Dat lijkt niet. Ik gooi ze gewoon op de marktplaats van toen. Dat was namelijk gewoon de snuffelkrant. Dan stuur je die naartoe. Snuffelkrant. En hadden ze het allemaal ingezet. Mijn hele garage van bij ons stond vol. En dan gaat mijn vader 3 kwartier lang uitleggen wat hij verkocht heeft, wie hij aan de lijn heeft gehad. Nee, je komt niet meer bij. Het is echt, je kunt ook niet stoppen met luisteren. Het is non-informatie. Nou, hebben we nog dat kastje, dat buikkastje, weet je wat zo uitsteekt? €15 voor gekregen. Was een man uit Eritrea, die is hier heen komen en die heeft een gezin nu. En die moet dat huis vullen. Dus ik dacht, hey, ik heb nog zo'n bankje staan. Dus ik zei, wil je dat bankje nemen? Nog €10 erbij. Bam! En die advertentie kost natuurlijk ook €12. Maar ja, dat staat er 2 weken in. Ik word helemaal gek gebeld. Die televisie, ik had er wel 20 kunnen verkopen. Echt dat soort gesprekken. En het gaat maar door. Ik heb echt zitten huilen. Het is geen gesprek. Het is een monoloog. Maar het is wel een monoloog. En dan hoor je de hele tijd, wat nog meer? Had hij allemaal dingen opgeschreven ook. En dan komt mijn moeder. Die heeft er een hele lijst. En dan mijn broertje en ik. Nou, weer een heel verhaal. Die breide Adelsen. Die vloopt eruit. Nieuwe chipsmaak. En mijn oma, er zit een bandje op dat mijn oma de microfoon pakt. Maar die had staar in die tijd. En die dacht, we zijn aan de telefoon. Dus die pakt die microfoon aan de oor. Hallo Maria. Nou, we zitten hier met z'n iedereen allemaal lachen. Oma, nee, jongens, even stil. Ja, nou. Hallo? Maria, hallo? Ja, hallo. Dat was echt dat. Ik zei, oma, het is een microfoon. Oh, oké. Nee, dat is echt... Je hebt alleen maar audio, maar je bent ook meteen weer terug in 1989 of 1992. Je zit meteen weer in die kamer van je ouders. Dat je denkt, wauw. Het is gewoon een tijdmachine. Stel je voor Hollywood belt en zegt, je kan nu een rol krijgen, maar dan moet je nu alles laten vallen. Qua laat je ons in de steek? Nee. Nee? Maar dan zegt ze, you'll never work in this country again, boy.
I'm ready, zeg ik dan. Nee, dat is zo'n... Nee, daar geloof ik echt niet in. Nee. Oké, okay, dus wel. Oh, hey, wacht eens eventjes. Hallo, wist Jeroen. Hallo, Americans. Wat hebben we dan nog over? Dan moet je nog zeggen, ik neem. Ja, precies. Ik neem Azië, want ik vind... ik ben van jullie allemaal... Techniek vind ik belangrijk. Ja. Klopt, hard werken. Hard werken, punctualiteit. Supergoed koken. Ja. Power napjes tussendoor, tijdens het werk. Ja. En jij krijgt van mij Oceanië. Oké. Okay. Maar dat komt... Tuurlijk. Nee, jij bent echt van... Nou, het staat wel hout. Dank want, je. Ik denk dat Ruben heel goed is met de originele bewoners daar. Die kunnen het gebruiken. Aboriginals. De Maori's. En het is natuurlijk echt een surfgebied waar je u tegen krijgt. Maar dat bedoel ik. Op de meest regenachtige dag dat wij in... we hebben vaak in Scheveningen gelogeerd met z'n allen. En weer of geen weer. Kater... Of een grotere kater. Jij ging surfen. En dan dacht ik echt, nou, die... Want dat zei je dan de avond ervoor. Nee, ik ga zeker morgen surfen. En dan dacht ik... Ga toch mee, man. Dat lijkt me sterk. Toch leuk. Dat lijkt me sterk. Ik heb een tandem huren. En dan een pak huren. Plank huren. Borgpinnen. Terug. Borgpinnen. Allemaal, zeg maar, dragingen. Ja, drempels. Of je denkt, ga ik dit nou echt doen? Eén grote drempelreis. Met een kater, hè. Tutuk. Weer een drempel. En dat doet hij weer. Ja, maar je bent een... Het is goed tegen kater. En ja, dat zeker. Is er ooit een zwembad geweest in een hotel waar jij niet in hebt gelegen? Nou, het is wel eens gebeurd. En toen hoorde ik het achteraf. En dan kan ik nog af en toe denken, ah, oh man. Was daar een zwembad? Dat was een zwembad. Ik, heb niet... ik vind dat mensen in een hotel, als je binnenkomt, eerst wat moet zeggen, we hebben trouwens een zwembad. Ja. Ik vind dat wat verplicht. Nou, voor iedereen die luistert, als je ooit Ruben van der Meer op bezoek krijgt en je hebt een zwembad, je moet meteen zwembad zeggen. Eigenlijk achter de receptie met zo'n glazen, kom maar naar uit. Dat je weet, dat je al mensen al ziet zwemmen. En die dit doen. Ja. Kom maar uit. Dan weet je, dat hoef je namelijk ook niet te zeggen. Nee. Ook als er even niemand is en je loopt er langs of iemand heeft voor je ingecheckt. Hotel-eigenaren, luister hiernaar. Ja. Oh man. Dat is slimme comment. Goud, hè, wat we allemaal... Ja, het is zo simpel. Ja, toch? Ik krijg gewoon Oceanië. Ik vind het ook een mooi woord. Ik moest even goed nadenken wat het weer was. Met vijf continenten kun je nooit echt de bekaaid afkomen. Nee. En je bent ooit gemanaged door Sydney Brandhuis. Dat gaat er nu uitgeknipt worden. Dit vind ik al te veel credit. Dat hij gemanaged. Ik hoor hem ook. Anyway. En ik hoor net dat het weer ingeëdit is. Nou, hoe is dat gegaan? Ja. Nou, gaan we het er alsnog weer uit? Ik hoor weer die plakband. Nee. Okay. Ik ken hem. En dat is het. Check. Leuke categorie. Leuk verzonnen. Ja. Oké, maar dan. Op weg naar de Ziggo. We zijn ook allemaal uitgedaagd om één idee op tafel te leggen voor onze Ziggo Show. Sjaaltjes. Ja. Dat en bedoel je natuurlijk niet voor ons vijven? Nee. Ik, zit, heel even. Nou, dus. Ik heb nu contact met iemand in Taiwan. En die is bereid om een container met 400.000 sjaaltjes. Maar dan is de inkoop best wel laag. Ja. Want dan is dat werkt dus andersom, hè? Dus hoe meer je bestelt... En wat hoe, staat er op die sjaaltjes? Nou, ik had gehoopt Tafkal Mania. Ja. Maar... Nicolai was goedkoper. Dat is minder letters. Dus. Er is al een andere Ruben. Dus ik heb gekozen voor de eerste. Ja. Dus, nou goed, we moeten maar kijken hoe we dat aan de man gaan brengen. Ja. Maar goed, nee, ik denk sjaaltje. Dat lijkt me zo cool als een sjaaltje. Dat is in de zaal zo. Ja, precies. Ja. Dat lijkt me kicken. Ik vind het een asociaal idee. Ah, mooi! Oh, yes! Doorgeven. Word grab. Belonen. Belonen. Dan nog de anekdote. Anekdote die niemand weet. Heeft ook te maken met de Ziggo. De eerste keer dat we in de Ziggo Dome speelden. Hebben we toen veel gezongen, vinden jullie achteraf? Ja. Ja. Veel te veel. Ja, nou, veel te veel. Ja. Veel.
hebben gewoon, dat vonden we ook leuk. Hoeveel? Drie nummers? Vier nummers? Wat was het? Zeker drie. Ja, hè? Zeker. Voelde ze acht. Voor sommigen wel. Sommige mensen zaten... Maar goed. Toen waren we aan het repeteren, lieve luisteraars. En ondergetekende had net meegedaan aan It Takes Two. Een zangprogramma. Waardoor ik me, lang I love autotune, dat leek het best alsof je kon zingen. Ja. Je gaat het ook geloven. Tuurlijk. Want je kijkt dat ook terug. Ja. En dan denk je, nou, dit klinkt helemaal niet slecht. Maar die titel... En dan vergeet je dus dat mensen er heel hard met computers... Daarom heet het programma ook It Takes Two. Jij zingt het en die tweede monteert het dan weer dat het goed klinkt. It takes two, people. Ja. Ja. It takes two. Maar ik zat dus best wel lekker hoog in mijn zelfvertrouwen qua zang. Mm-hmm. En toen gingen we repeteren. Toen moest jij eerst. Jij ging ook... Jij zocht ook even de goede toon. Ik ging daarna echt helemaal... Vals. Nee, hoog. Oh, laag, ik pak hem toch. Nee, wel hoog niet. Octaaf. En dan staan de tranen je nader dan het lachen. Van dat je gefrustreerd bent dat het niet lukt. En toen zei jij, tel backhand door de microfoon. Terwijl je heel ergens anders stond. Maar keihard voor iedereen heel duidelijk door. Hey, wat grappig. Ik ben nu de beste zanger van de Lama's. En dat je dacht, nee, dat was... Ik was in ieder geval... Ja, hé, Jeroen, maar die zit erop. En ja, zit erop. Maar ik was na toch echt wel een van de... Nee, want Ruben die zegt dat ik... En nu... Oh, dat was zo'n kut moment. Heb je inderdaad nooit verteld? Dus, het nummer waar we mee gaan afsluiten... is van Elvis Presley de versie... Like a bridge over troubled water. Want zo had hij moeten klinken. Voordat we naar dat nummer gaan, voordat we naar het afsluitende nummer gaan, wat daar alles mee te maken heeft met dit repetitieverhaal en die rotopmerking op dat moment. Nog even een huishoudelijke mededeling, lieve luisteraars. Wij gaan dus on sale op vrijdagochtend de 13e om 10 uur. Maar als je lid bent van het Sombrero-leger, precies, dan kun je vanaf woensdag 10 uur al kaarten kopen. En dan verzeker je jezelf dat je erbij bent. Ga dan naar petjeaf.com/RubenTelRuben. En voor €2 per maand krijg je 2 extra podcasts. Maar dus ook voorrang op Tafkal tickets voor de Ziggo Dome. Ik ga lid worden. En omdat we in deze rocktempel staan, krijgen klanten van Ziggo Vodafone ook voorrang op tickets. Bam, 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 bam. Maar goed. Tafkalmania. Dus dat was een rot moment waarin mijn zangzelfvertrouwen ernstig deuk kreeg. En dus sluiten we af, lieve luisteraars, met de versie zoals die had moeten klinken. Hier is Elvis Presley met Like a Bridge Over Troubled Water. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh, when time gets rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water, I will lay me down. When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you.
sail on by.